De nieuwbouw op de hoek Bloemerstraat Doddendaal, het oude luxe gebouw, wordt 10 verdiepingen hoog met op de begane grond een supermarkt. Dat is het plan van de gemeente Nijmegen dat woensdag is gepubliceerd. Eerder lag er een ontwerp voor een gebouw van 6 verdiepingen op de plek van de oude bioscoop. In totaal komen er 150 kleine woningen en 40 zorgwoningen. In de kelder komen bergingen en fietsenstallingen voor de bewoners. Er wordt dus geen parkeergarage gebouwd. Het bestemmingsplan en het ontwerp zijn donderdag ter inzage aangeboden. De komende 6 weken mogen er aanmerkingen en bezwaren tegen worden ingediend bij de gemeente. Het ontwerp van het gebouw is gemaakt door het Arnhemse bedrijf Falstar in opdracht van Dornik BV van projectontwikkelaar Ton Hendricks.